Ja, dames en heren, dit is de eerste podcast van de NVA en die gaat over boekrecensies en mensen die dat voor ons hebben verzorgd. Die natuurlijk enthousiast zijn over het lezen van boeken. En deze uitzending hebben we daarvoor bereid gevonden. Nienke Postuma, zelf een blogposter op Booksometea. Ik moet er iedere keer even over nadenken. Booksometea.com. Maar goed, zij gaat daarover vertellen. En we gaan kijken of we verbinding met haar kunnen krijgen. Alles staat op record. En nou, Nienke, echt superleuk dat jij mee wil werken aan deze podcast is het eigenlijk. Hè? We nemen het wel op, op video ook. Maar het is eigenlijk een podcast over boekrecensies. Maar voordat we daarmee beginnen, zou jij je eerst eens even willen voorstellen? Wie is eigenlijk Nienke? Ik ben... dat ben ik. Ik heb een boekenblog. Ik heet Nienke. Ik heb een boekenblog. En daarop bespreek ik onder andere boeken. Ik bespreek ook dingen over lezen in het algemeen. En waarom lezen belangrijk is. Of goed, en goed is ook voor je. Maar ik maak ook boekrecensies en ik doe iedere zomer een serie zomerlezen met daarin heel veel boekentips voor bijna alle voor eigenlijk iedere leeftijdscategorie wel iets. Ik ben toevallig ook autistisch, dus ik besteed iets meer aandacht aan boeken over autisme en boeken met een autistische hoofdpersoon dan... dan de meeste boekbloggers. Wat trekt jou zo aan in het lezen van boeken? Lezen, verhalen, dat is voor mij is dat altijd iets geweest waar ik rust in kon vinden. Mijn ouders hebben wel eens verteld, eigenlijk al vanaf dat ik een half jaar oud was, hè, als andere babytjes naar muziek gaan luisteren, dan mij kregen ze niet rustig met muziek. Mij kregen ze rustig met verhaaltjes. Dus eigenlijk al van heel, heel jongens af aan dat ik dat die verhalen me aanspreken waar andere mensen muziek aan. En op momenten dat andere mensen muziek aanzetten, tijdens het koken, tijdens wat huishoudelijke dingetjes, ik heb een luisterboek aanstaan. Dus luisterboeken, dat klinkt, dat is natuurlijk supermodern van deze tijd. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Luisterboeken zijn waarschijnlijk ouder dan geschreven boeken. Luisterboeken, vroeger werden namelijk verhalen verteld en was er veel meer een vertelcultuur dan een leescultuur. Heel weinig mensen konden lezen. Maar veel mensen konden wel luisteren naar een verhaal wat een minstreel bijvoorbeeld vertelde. Of wat de troubadours vertelden. Nou ja, dat zijn echt al... Dat was er in de middeleeuwen al. Wat vind jij leuker, lezen of luisteren? Het wisselt een beetje in welke... Het wisselt een beetje wat ik op dat moment aan het doen ben en hoe het met me gaat. Soms heb ik echt gewoon zin om een luisterboek te luisteren. En soms heb ik zin om te lezen. En dat is een beetje 50-50. Oké. En heb je dan speciale voorkeur voor boeken? Want je zegt, je bent autistisch. Je zoekt daar ergens ook wel een stukje bevestiging in de hoofdpersoon van de boeken die je leest? Of hoe moet ik dat zien? Niet altijd. Als ik kijk naar wat... veel ASS'ers leuk vinden en ik ook, dan zit je op de thrillers. Die hebben vaak een voorspelbaar patroon. Je zit op de fantasy. Daar gaat het namelijk niet over de ingewikkeldheid van het echte leven. Er zijn een aantal non-fictieboeken die we waarderen. Ik kan zelf daarnaast ook jeugdliteratuur erg waarderen.
En ik vind het ook altijd wel interessant als een nieuwe auteur van wat heb jij wat heb je geschreven en ik wil wel heel veel auteurs gewoon een kans geven. Je moet wel een verhaal hebben, je moet wel iets te vertellen hebben, want op een gegeven moment als je 100 bladzijden lang op iemand gaat zitten wachten die niet komt, ja, dan ben ik ook een keer klaar mee. Maar voor de rest, ik wil wel heel lang mensen of boeken een kans geven. Is dat ook de reden dat je ooit Nederlands bent gaan studeren? Dat had meer te maken met dat ik merkte dat ik zowel in taal als in boeken een bovengemiddeld grote interesse had. Dus van daaruit ben ik, dat is eigenlijk de motivatie geweest om ooit Nederlands te gaan studeren. En als ik nu kijk naar de specialisatie die ik heb, ja, dan zit dat wel deels in de jeugdliteratuur en deels in dat forensische, in de forensische taalkunde. Dus beide specialismes worden uiteindelijk wel, zijn er uiteindelijk wel. Maar het is meer. Het is toen echt geweest uit interesse van, oh, dit zijn de dingen die ik leuk vind. En waarom de Nederlandse taal? Omdat ik Nederlands eigenlijk een hele mooie taal vind. Een taal met heel veel geschiedenis, een taal met heel veel, heel veel invloeden. En we hebben zelf ook heel veel talen beïnvloed. En dat is iets wat ik heel interessant vind. Hoe is taal ontstaan? Hoe gebruiken we taal? Maar ook hoe zie je dat terug in de letterkunde, dus in de boeken en in de literatuur? Toch ben je zelf ook niet vies van het gebruik van Engelse termen, hè? Want jouw blog heet Booksome Tea. Booksome Tea, ja. Booksome Tea. je hebt het over fidgets, daar mag je dadelijk iets over vertellen. Ja, er zijn Nederlandica die zeggen van, we moeten dan ook echt alles in het Nederlands vertalen en een goed Nederlands alternatief ervoor vinden. De Belgische taal die doet dat heel sterk, hè? Die maken hele bijzondere vertalingen van wat wij dan gemakshalve in het Engels doen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, het Booksome Tea, dat is, ik wilde iets met boeken en thee. En als je gaat googlen op blog boeken en thee, dan kom je uit bij boekjes en thee. En dat is een overwegend christelijk blog. Met alleen maar, eigenlijk alleen maar christelijke literatuur. Dus daar komt geen A6 aan te pas? Dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik wist wel, ik moet voorkomen dat ik met hen in de concurrentiestrijd kom. Dat mensen op mijn blog uitkomen waar ik ook fantasy bespreek. Wat in die gemeenschap vaak niet zo gewaardeerd wordt. Terwijl die mensen eigenlijk dus naar dat andere blog op zoek waren en vice versa. Dus dan zit je heel snel in een conflict rondom de naam. Doe ik het in het Engels, dan is het meteen, een andere naam, waardoor het makkelijker is voor beide partijen om je te onderscheiden. Wat betreft fidgets, daar zit als je dat in het Nederlands zegt, dat wordt vriemelspeelgoed. Je snapt misschien dat ik voor de Engelse term kies. In sommige gevallen is het Engels ook prima, omdat we in het Nederlands andere associaties hebben met datgene wat de correcte vertaling zou zijn. Ja. Dus dan is het voor de lezer, voor de luisteraar, voor wie dan ook, is het handiger en prettiger om te kiezen voor de Engelse versie, als daar gewoon van fidget toys
Dus ik neer ga zetten, Vriemel speelgoed. Dan krijg je opeens een heel andere blogpost, is mijn ervaring. Dus, kan ik me zoiets bij voorstellen. Een beetje dat voorkomen. Dat wil ik vermijden, ja. Ja. Maar jij vindt het als Nederlander niet erg om Engelse termen ook gewoon in het Nederlands mee te nemen? Ja. Oké, interessant. Interessant. Ja. Hoeveel boeken lees je per week? Of per maand? Per maand, dat wisselt een beetje, maar ergens tussen de 7 en de 10. Wauw. En dat is inclusief luisterboeken. Luisteren heeft namelijk op je hersenen hetzelfde effect als een boek lezen. Dat is aan te tonen ook met fMRI-scans. En als mensen googelen, luisteren is net zo goed als lezen, dan komen ze ook bij een blogpost uit waarin ik het hele wetenschappelijke artikel uitleg. En leer je dan ook beter luisteren? Van een luisterboek, ja, als je dat echt actief luistert, dan leer je ook beter luisteren naar zo'n luisterboek. Ja. Interessant. Dus sommige mensen die zou je het echt aanbevelen. Ja. Ja. Nee, maar het is ook, het heeft ook echt wel invloed op je woordenschat en op je zin, op hoe goed je zinnen kunt bouwen en dat soort dingen. En met name in die aspecten maakt het niet uit of je een boek luistert of een boek leest. Dus wie niet kan lezen, tijdelijk of permanent, om wat voor reden dan ook, of niet goed kan lezen, heeft met behulp van luisterboeken wel een groter scala boeken tot zijn of haar beschikking. Nou zijn er met luisterboeken, daar ben je natuurlijk ook heel erg afhankelijk van degene die het verhaal vertelt. Ja. En de stem, ja, en de intonatie en de, ja, het, ook het acteertalent van zo'n persoon. Heb je daarin voorkeuren? Mannen, vrouwen of misschien zelfs ik namen? Ik vind het allerbelangrijkste dat een stem bij een boek past. Want een voorlees, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Natuurlijk, het moet goed voorgelezen zijn. Dat staat voor mij buiten kijf. Op het moment dat je zo'n luisterboek inleest, bij sommige boeken past gewoon niet iedere stem. Een simpel voorbeeld, het tweede deel van De Hongerspelen is bijvoorbeeld voorgelezen door Diewertje Blok. Diewertje Blok kan prima voorlezen. Echt, staat buiten kijf, kan mooi vertellen, kan prima voorlezen. Maar haar stem past niet bij dat boek. Het eerste deel van die serie is ingelezen door Lieneke Rijksman. En haar stem past echt bij het boek. Past echt mooi bij het verhaal en bij het boek. En dat is een heel ander stemgeluid. Dan krijg je ook een hele andere beleving. Ja, een hele andere beleving. Dat maakt echt wel uit voor hoe je het boek beleeft. Oké. Okay. Je bent ooit begonnen met het blog Booksome Tea. Ja. Je wilde het hebben over thee en boeken. En daar is langzamerhand wat andere dingen zijn erbij gekomen. Zomerlezen. Misschien nog wat andere dingen. Zijn ook boeken, hoor. Zijn ook boeken, oké. Okay. Hoe ben je daartoe gekomen? Wat was jouw drijfveer om een blog te gaan schrijven over boeken en thee? Eigenlijk heel simpel. Ik was op dat moment werkloos. Ik val onder participatiewet. Ik ken het ritme waarin die banen beschikbaar komen. En ik wist dus dat ik, het was net voor de jaarwisseling dat ik werkloos raakte. Dan weet je, in de decembermaand liggen bij heel veel bedrijven de vacatures stil. Dat gaat half januari eigenlijk pas weer opstarten. Eind januari komen dan op zijn vroegste vacatures voor de arbeidsparticipanten weer. Minimale maand om alles te regelen. Dan zit je toch in maart, april voordat je een baan hebt. En ik had geen zin om al die tijd op de bank te zitten en niks te doen. Dus ik ben met dat blog begonnen om iets te doen te hebben, om een arbeidsritme te behouden.
Dat is gelukt. En op dit moment is het blog uitgegroeid tot een stevige hobby. Waar best een hoop tijd in gaat zitten. Maar wat ik ook heel erg leuk vind. En wat, zeker nu in de coronatijd, echt wel ervoor zorgt dat ik gewoon een dagritme behoud. En een reden heb om wel goed voor mezelf te blijven zorgen. Want dat betekent dat ik een blog heb. En als ik daar niet aan werk, dan komt er niks online. Krijg je er veel reacties op? Op mijn blog zelf? Of, ja. Op mijn blog zelf wisselt een beetje per blogpost. Ik heb net een blogpost online gezet waarin ik aangeef dat ik mee ga doen met Noem de Vertaler. Eigenlijk is dat wil zeggen dat je bij een recensie ook de vertaler van het boek noemt. Dat is een blogpost. Niet heel veel inhoud, maar er komt wel heel veel reactie op. Mijn blogposts over lezen voor de lijst worden enorm veel gegoogeld. Maar er komen weinig reacties op. Dus er is heel veel. Ik word rustig 30 keer per dag gevonden door Google op alleen lezen voor de lijst, om maar eens wat te noemen. Oké. Ook een aantal recensies worden regelmatig gevonden door Google, maar is dan minder interactie op. Terwijl, het wisselt een beetje per blogpost hoeveel reactie erop is. Oké, interessant, leuk. Dus je hebt in ieder geval ook, je houdt contact met de buitenwereld, ondanks de tijd waar we in leven. Ja, en ik bereik. Ik heb 2.500 views per maand. Dat is niet gigantisch veel, maar het is ook niet niemand, zal ik maar zeggen. Nou, dat zijn er toch meer dan de briefjes die ik schrijf. jij hebt een aantal boeken voor ons gelezen. Ja. En daar hebben we afgesproken, daar ga je iets over vertellen. Ja, welke zijn dat? Ik heb twee boeken gelezen. De eerste is In de ruimte is het stil van Nicole Panteriakos. Vertaald door, ik zal meteen even goed doen, Litwin Beekman. En de tweede, die is straks kort even leuk, is Maar je ziet er niet autistisch uit van Bianca Toeps. Waarom die twee boeken? Allebei vrouwelijke auteurs, allebei ervaringsdeskundigen op het gebied van autisme. En beide boeken gaan over autisme. Bij In de ruimte is het stil. Dat is een fictieboek waarin de auteur heel veel van haar eigen ervaringen heeft verwerkt. En daarnaast samen heeft gewerkt met mensen die in het onderwijs werkte in de tijd dat dit boek speelt. Het gaat over een. In de ruimte is het stil, gaat over Nova. Nova zit in pleeggezin nummer zoveel. Het is 10 dagen voor de lancering van de Challenger, de raket in Amerika. En Nova telt de dagen af. Want haar zus Bridget, die heeft gezegd, die lancering, die kijken we samen. Dus iedere dag dat die lancering van de Challenger dichterbij komt, waar Nova heel erg naar uitkijkt, want ruimtevaart en ruimtevaart is Nova's fiep. Ze kijkt ook uit, en eigenlijk net zo hard, naar het weerzien met Bridget. Dus dat telt echt af. En je merkt hoe dat zich opbouwt. En tegelijkertijd is Nova ook een leven aan het opbouwen in dat nieuwe pleeggezin. Waar ze heel liefdevol en begripvol wordt opgevangen en verzorgd. Er zijn een paar dingen heel bijzonder. Nova is non-verbaal.
Dus Nova praat zelf nauwelijks tot niet. En het woord autisme valt pas voor het eerst, nou, ergens halverwege het boek. En dan gaat het nog niet over Nova. En pas aan het einde van het boek hoor je dat Nova autistisch is. Dus je beleeft de wereld echt zoals Nova hem beleeft. Het is heel invoelend en heel, heel liefdevol ook geschreven. Heel integer. En dat is iets... deze auteur heeft er echt voor gekozen om niet de idiotie op te zoeken. Niet de gekkigheid op te zoeken. Maar echt gewoon... nou ja, bij zichzelf te blijven en bij Nova te blijven. En daardoor is het heel realistisch. Voor een ASS'er, dat moet ik misschien even bijzeggen. Voor een ASS'er is het heel realistisch. En voor een buitenstaander? Voor een buitenstaander, ik denk dat het een eye-opener is. Hoe werken bijvoorbeeld prikkels? En waarom zijn prikkels die de ene dag goed zijn, zijn die de andere dag vervelend of overweldigend? Hoe werkt je binnenwereld samen met de buitenwereld? En hoe werkt dat elkaar soms ook tegen? Prikkels is voor ASS'ers een heel groot ding. Voor de buitenwereld wordt het vaak als iets kleins opgevat. Maar je leest bijvoorbeeld ook hoe angsten ontstaan door ervaringen uit het verleden zich opbouwen. Nova is bijvoorbeeld heel bang dat ze weg moet bij dat pleeggezin. En dat wil ze niet, want ze vindt dat pleeggezin fijn. Dus bij alles wat ze fout doet en alles wat ze moeilijk vindt en alles wat er verkeerd gaat, denkt ze, oh, ik moet weg. Dat is iets wat heel integer... Wat die manier van angsten en van angstige redenaties, die kennen ASS'ers ook. En dat zijn echte dingen die heel realistisch zijn. En waarom ik dit boek dus ook zou aanraden aan mensen die werken met ASS'ers of ouders die een kind hebben met ASS... iets meer willen weten zonder in die ontzettende stereotyperingen te vervallen van Hond in de Nacht en Rayman en Sheldon Cooper. En dit is echt een, nou ja, wel wat integender en liefdevoller ook beschreven. Waarbij je natuurlijk altijd mag opmerken dat elke ASS'er ook verschillend is. Uiteraard, ja, dus, uiteraard. Ja. Het is geen universele waarheid. Absoluut niet. Maar het kan je helpen dingen te begrijpen. Het kan wel helpen. Nova heeft een ruimtevaartfiep. Maar je ziet bijvoorbeeld wel welke functie heeft die fiep, die preoccupatie, welke functie heeft die voor haar? En... waarom kan het ook helpend zijn om zoiets te hebben? En hoe kun je daar, dat lees je ook, je leest dat Bridget in het verleden ook wel gebruik heeft gemaakt van die fiep, van die preoccupatie, om Nova af te schermen voor nare situaties. En dat zijn echt wel, bedoel, het is niet iedere ASS'er heeft een ruimtevaartfiep, absoluut nee. Niet iedere non-verbale ASS'er heeft een NASA-beer. Ook niet, nee. Maar de mechanismes die je ziet die er gebruikt worden, die werken wel bij vrij veel ASS'ers. Ja. Helemaal in het begin van het boek zit bijvoorbeeld een scène dat Nova moet nieuwe kleren kopen. Is misschien leuk om daar een stukje van te lezen. Ja. Ik moet hem even zoeken, want ik had een ander stukje. Nova, lieverd, zei haar pleegmoeder, die de deur van haar kamer op een kier had opengedaan. Zullen we naar de winkel gaan en wat kleren voor je kopen die je naar school aan kunt doen?
Want bijna alles wat je vorige familie heeft gestuurd is te klein. Het meeste van wat haar vorige pleegouders hadden gestuurd was niet eens van haar. Maar ze wilde doen alsof ze haar meer hadden gegeven dan de versleten truien en de veel te kleine stretchbroeken die ze had. Dus hadden ze een grote kartonnen doos gestuurd vol kleren waar andere pleegkinderen al lang uitgegroeid waren. De dikke winterjas die ze voor haar hadden gekocht. En alle mooie dikke slobberkousen die ze op haar 12e verjaardag van Bridget had gekregen, hadden ze gehouden. De enige kleren uit de doos die Nova wel wilde dragen waren 3 pyjama's, een rode tuinbroek en 2 t-shirts die van haar zus waren geweest. Op de voorkant van het eerste shirt stond One Small Step. En op de achterkant stond de datum van de maanlanding. 20 juni 1969. Het tweede t-shirt was van de wereldtournee van David Bowie uit 1978. Een zwart shirt met rode en blauwe letters. Dat ze in een winkel met tweedehands kleding hadden gevonden. Nova, ik heb een klein stukje overgeslagen. Nova, vroeg Francine weer. Ze stak haar hoofd om de deur van de hoek. Nova schrok op uit haar herinnering. Ga je mee kleren kopen? Nova schudde 1, 2, 3, 4 keer haar hoofd. Ze wilde geen kleren kopen. Ze had een hekel aan passen. Aan broeken die tegen haar buik drukten. En sokken die haar enkels raakten. En shirts met kriebelige kaartjes en jurken. Oh, jurken! Niets erger dan kleren waar je maillot onderaan moest. Zo'n maillot helemaal vanaf haar middel tot aan haar voeten en altijd een naad over de tenen. Dat vond ze vreselijk, een naad over haar tenen. Francine kwam de kamer in. Nova hield naast haar beer steviger vast. Mevrouw Stiel heeft me verteld dat je daar moeite mee hebt, maar we moeten in elk geval wat kleren hebben voor de eerste week van school. Snap je? Je kunt niet de hele week je pyjama aan. Mevrouw Stiel was de maatschappelijk werkster die Nova en Bridget al vanaf het begin van de pleegzorg hadden. Ze was wel oké, alleen gebruikte ze heel vaak het A-woord. Kan niet lezen, kan niet praten. Ernstige geestelijke achterstand. Achterlijk. Bridget had een hekel aan het A-woord. Nova? Nova maakte onwillekeurig een piepend geluid. Dat gebeurde soms. Ze kon er niets aan doen dat ze soms zomaar vanzelf geluid maakte. Al deed ze nog zo haar best om dat te voorkomen. Francine ging in kleermaker zitten aan het voeteneinde van het bed zitten. Met haar gezicht naar Nova toe. Sorry, ik snap dat het allemaal erg moeilijk voor je is. Maar Billy en ik zijn echt heel blij dat je er bent. En Joni ook. Billy was Francine's man, Nova's nieuwe pleegvader. Joni was een dochter. Ze studeerde al, maar ze was thuis voor de kerstvakantie. Zei Nova. En ze knikte bijna onmerkbaar met haar hoofd. Ze kon zich voorstellen wat Bridget nu zou zeggen. Je zult wel moeten, Supernova. Want je kunt moeilijk in je naki naar school. Naki. Nova's lippen krulden op tot een glimlachje. Daarna gingen ze open en lieten een hoge gil door. Met een paar piepende hikjes erachteraan. Haar lichaam schokte, haar handen fladderden. Bridget vond dat een lekker woord. Naki. Lach je? Vroeg Francine. Haar glimlach werd een grote grijns. Dat heb ik je nog niet eerder zien doen. Wat een leuke lach heb je. Ze begon om de een of andere reden nu zelf ook te lachen. Dus Nova bleef fladderen en schokken en lachen over Bridget met haar naki. Ze lachte tot de tranen in haar ogen prikten. Ze veegde ze met de pluizige poot van Nasa weer weg. Naki. Oh, Bridget. Kom mee, Nova. Dan mag je zelf uitkiezen wat je lekker vindt zitten. Als je alleen maar t-shirts en tuinbroeken aan wil, mijn best. Geen jurken. Erewoord. Nova, Francine ging staan en stak haar hand uit. Nova dacht diep na en pakte toen Francine's hand en liet zich meenemen. De kamer uit. Maar ze bleef Nasa weer stevig vasthouden. Misschien was kleren kopen met Francine niet zo erg als ze dacht.
Misschien konden ze ook wel een paar slobberkousen kopen. Zonder de naad over de grote teen. Precies. Prachtig, prachtig. Nou, ja. Ik denk dat er veel mensen zijn die dat toch wel enige blijk van herkenning daarin zullen vinden. Zeker. Dat, ja. Maar het zijn dus allemaal van dit soort kleine dingetjes. En hoe werken die gedachtepatronen? En dat is ook bijna niet uit te leggen, hè? Nee, en dat is dus waarom het zo belangrijk is dat deze dame, zij is zelf autistisch. De schrijfster. En, De schrijfster. Ja, de schrijfster is zelf autistisch. En nou ja, het speelt dus in 1968. Toen er eigenlijk nog heel weinig over bekend was. Precies, dat ook. En ook over non-verbaliteit was natuurlijk nog heel erg weinig bekend. Dus zij heeft niet alleen gesproken, of niet alleen uit haar eigen ervaringen geput, maar zij heeft ook gesproken met hoe, zeg maar, de lancering van de Challenger werd beleefd op scholen. Want die samenhang zit er wel heel erg in het boek. En zij heeft ook gesproken met experts uit het onderwijs van toen, van hoe werd er toen met die kinderen omgegaan. Nova gaat bijvoorbeeld wel naar een reguliere school. Komt uit Amerika natuurlijk. Nova gaat wel naar een reguliere school, maar zit daar in een apart klasje. En in ieder klasje moet ze opnieuw getest worden. Nou ja, die aversie tegen testen, dat zullen ook veel HSS'ers op een gegeven moment wel herkennen. Steeds weer laten zien wat je wel en niet kan. Aapjes kijken. Die weerstand en ook de duur van die testjes, dat gaat op een gegeven moment, keert dat zich tegen Nova. En Nova keert zich tegen die testjes. Je leest heel mooi hoe dat gaat. Dus ze heeft heel, nou ja, die auteur heeft echt heel mooi dat samenspel gezocht en heeft echt in die zin is heel zorgvuldig ook te werk gegaan, ook op de gebieden waar ze natuurlijk minder verstand van had. Ja. En dat maakt wel dat dit echt een aanrader is voor de omgeving, voor de mensen met autisme. Ja, voor de omgeving, maar ook je kan daar zelf ook heel veel in herkennen. En dat is altijd leuk. Het is een heel mooi boek ook om als gespreksmiddel te gebruiken, om een gesprek mee aan te gaan van, hey, heb jij dit ook wel eens gehad? Ja. Oké. Ja, heb jij ook Nou, superleuk dat je dit boek als voorbeeld en als eerste recensie hebt willen delen. Super. We doen nog één keer de titel. Wil je hem nog een keer noemen? In de ruimte is het stil, van Nicole Panteleakos. Panteleakos, dat is geen alledaagse naam. Nicole Panteleakos. In de ruimte is het stil. Ja. En je had nog een boek meegenomen. Ja, ik heb nog een boek meegenomen. Dat is non-fictie. Mm-hmm. En dat is een hele mooie handleiding als jij of iemand in je omgeving recent de diagnose autisme heeft gekregen. Jong, oud. Ik zou dit wel voor volwassenen doen. Het is een volwassene heeft het geschreven. En er is wat minder. Er is veel aandacht voor volwassen zijn en autistisch zijn. En vooral vrouwen zijn, volwassen zijn en autistisch zijn. En de meeste boeken focussen zich natuurlijk op kinderen en jongeren. De volwassenen blijven een beetje achter. En als ze er zijn, dan wordt het vaak voor mannen geschreven. Dit is echt wel, het is ook redelijk knalroze. het is in die zin echt wel een boek voor vrouwen. Omdat autisme daar zich echt wel anders kan uiten dan bij mannen. Oké. Ja. Wat is het bijzondere aan dit boek? Wat trek je daarin aan? Het aantal dingen. Ten eerste dat Bianca Toeps legt op hele begrijpelijke wijze uit wat eigenlijk die DSM-diagnose inhoudt. Conform de DSM-5, die volgt zij.
En legt van iedere categorie, hè, dat, om autistisch te zijn moet je aan een aantal categorieën en vinkjes voldoen. En ze legt van iedere categorie uit wat betekent dat nou eigenlijk? Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Zegt het iets over jou of zegt het iets over zeg maar, jij en de wereld en hoe die wel of niet samenwerken? Iets anders wat vrij bijzonder is, zij legt een aantal wetenschappelijke theorieën rondom autisme, legt zij uit. En daar moet ik wel bij zeggen, daar geeft ze ook vrij expliciete mening bij. Daar moet je een beetje doorheen kunnen lezen. Daarom zou ik deze voor volwassenen aanraden. Misschien niet direct naar je diagnose, maar die over het algemeen iets beter zijn in het relativeren van de mening van een ander dan een puber dat is. En waarom is dat belangrijk? Omdat Toeps over de meest gangbare theorie, Theory of Mind, een vrij expliciete mening heeft. En je wel als lezer moet kunnen bedenken of jij het daarmee eens bent, ja of nee. En als jij het daar niet mee eens bent, dan moet je ook in staat zijn om zelf een andere gedachte te formuleren. En dat zijn vaardigheden die volwassenen over het algemeen, waar die daar wat beter in zijn dan pubers. Okay. Dat heeft gewoon met de samenstelling van het puberbrein te maken en dat nog niet volgroeid is. Dat is niet iets wat, dat bedoel ik niet negatief, dat is gewoon wetenschappelijk aan te tonen. Ja. Wat sprak jou het meest aan in dit boek? Wat was jouw grootste aha-erlebnis of juist wat was er nieuw voor je? Wat er nieuw voor mij was, was de meeste ASS. Er zijn wel meer ASS'ers die die het niet eens zijn met de Theory of Mind. Maar dat er ook een tegenhanger van is, namelijk de Intense World Theory, dat was voor mij een enorme eye-opener. En daarnaast heeft Toeps ook een aantal, zeg maar, van de meest gestelde vragen of opmerkingen die je naar je hoofd geslingerd krijgt, als zeker vrouw met autisme, heeft zij op een rijtje gezet en daar een heel mooi pasklaar antwoord op geformuleerd. Denk bijvoorbeeld aan mensen die dan, maar ben je geen nieuwe tijdskind? Nee, ik heb een diagnose. Dus zo zijn er een aantal van die standaard vragen. Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit, is natuurlijk ook een van de standaard opmerkingen die je krijgt. Waarom is dat belangrijk dat ze het daarover heeft? Omdat er heel veel vooroordelen nog zijn. Zeker over vrouwen met autisme. Ervaar je dat zelf ook? Ja. Ja. Ik merk het niet aan je. Leuk dat jij het niet merkt. Dat betekent dat ik knalhard werk om te zorgen dat jij het niet merkt. Mag je me best even voor bedanken. Maar dat jij niet merkt dat ik autistisch ben, wil niet zeggen dat er niks met mij aan de hand is. En dat is echt een misverstand waar echt wel wat aan gedaan mag worden. Voor wie is dit boek een aanrader? Is dat voor mannen, voor vrouwen of echt wel voor allebei of toch niet? Of vind jij? Ik zou iets meer voor vrouwen zeggen. Maar ik denk dat mannen er ook wel het nodige uit kunnen halen. En daarnaast, mensen die dus
redelijk recent hun diagnose hebben gehad, aan hen zou ik het ook willen aanraden. Juist omdat er zoveel uitleg in zit van wat is autisme eigenlijk. En Toeps interviewt ook een aantal andere mensen die ook autistisch zijn. Andere vrouwen met autisme. Dus ze bespreekt ook hoe het zich bij hen uit. En dan mensen die net hun diagnose gekregen hebben, bedoel je dan daarmee ook mannen of toch vooral vrouwen? Ik denk dat mannen er echt ook wel wat uit kunnen halen. Zeker de bespreking van de DSM. Dat gebeurt een stuk uitgebreider dan dat het... En een stuk menselijker dan dat het in zo'n diagnoseverslag staat. De meeste mensen zullen wel herkennen die een diagnose hebben. Dat staat er redelijk klinisch. Een beetje zo'n soort taaltje is dat. Ja, en dit is meer in gewone taal begrijpelijk. In gewone taal. En ook met een aantal... met voorbeelden. Met vergelijkingsmateriaal. Met wat heb je wel of niet. Ja, het kan natuurlijk zijn. De meeste ASS'ers hebben problemen met hun prikkelverwerking. Maar niet iedere ASS'er heeft een probleem met naar een pretpark gaan. Om maar eens wat te noemen. Ja, precies. Dus daarin zitten ook weer de verschillen tussen ASS'ers als tussen elk mens. Ja, en dat, daar heeft ze het ook over. Dat ook gewoon bestaat. Heb je misschien een leuk stukje wat je daaruit zou kunnen voorlezen? We hebben nog ongeveer een kleine 5-6 minuten. Ze geeft ook tips. Dat is altijd wel een handige. Niet allemaal verklappen, maar... Nee. dit gaat over verwachtingsmanagement en planning en de routines, regelmaat, dat soort dingen. Tip, verwachtingsmanagement. Ooit werkte ik als fotograaf op een event over autisme van Kiels, de Kruim. Het leek erop dat de dames van de organisatie de memo hoe om te gaan met autisme met autisten aandachtig hadden doorgelezen. Ze liepen minutieus het schema met me door en vroegen steeds of ik nog vragen had. Ik fotografeer vaker op events, dus ik vond hun uitleg lief, maar licht overdreven. Plots, tegen het einde van de dag, kwam een van de dames naar me toe. Oh, ja, we hadden dit niet zo besproken, maar kunnen wij de foto's morgen al krijgen? Van binnen lachte ik me een breuk. Nu was ik gelukkig, behalve events, ook overijverige PR-dames gewend. Dus ik had de dag erna al geblokt in mijn agenda voor de selectie en nabewerking. Maar als ik die dag had willen uitrusten of al ander werk zou hebben ingepland, dan zou ik volledig in de stress geschoten zijn. Last minute verzoekjes droppen is nou net wat je bij autisten niet moet doen. Ja. Een interessante tip voor de PR-afdeling in het bedrijf. Een interessante tip voor de PR-afdeling. Het zijn net dit soort dingetjes inderdaad. Dat last minute schakelen. Die memo mist. Dat staat dan weer niet in die memo die die PR-dames hebben gekregen. Ja. Op de een of andere manier. Precies. Dus ook een aanrader. Deze van Bianca Toeps. Ik zie er helemaal niet autistisch uit. Nee, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Je ziet er helemaal niet autistisch uit. Oké, super. Ja. Nou, Nienke, ik vond het leuk om jou daar zo enthousiast over te horen vertellen. Over deze twee boeken. Misschien gaan we het nog een keer doen. Ik vond het leuk dat ik mocht komen. Zeker. En mochten mensen meer willen weten, dan kunnen ze uiteraard naar www.booksamtea.com. Booksamtea.com. We gaan het ook in de beschrijving erbij zetten. Maar nogmaals... We kunnen mensen meteen de link klikken. En ze kunnen zich ook inschrijven. Voeg je bij de 278 andere volgers. Dus je hebt al 278 vaste volgers. Ja.
Ik heb me daarbij gemeld inmiddels. Dan kunnen ze, dat kan op verschillende manieren. We hebben de e-mail mailinglist. Dan kunnen ze helemaal zelf controleren hoe vaak ze mail willen krijgen. Maar ik heb ook Facebook, Twitter en Instagram. En ook daar kunnen ze mij volgen en op de hoogte blijven van mijn blog. Dus jij bent goed vindbaar? Ik ben goed vindbaar als Booksomtie, ja. Geweldig. Hey Nienke, nogmaals super bedankt. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké, dankjewel. Dag. Ja, dat was Nienke met een aantal hele leuke boekrecensies. Heel interessant. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden trouwens. En uiteraard, stel je vragen. Laat een comment achter. Abonneer je op het kanaal. We proberen op de comments ook te reageren. Dus doe dat ook vooral. En als jij nou een leuk boek gelezen hebt, waarvan je denkt van nou, dat zou ik eigenlijk wel eens willen vertellen. Laat het ons dan ook weten. Dan ben jij misschien de volgende die een boekrecensie in de uitzending van de podcast van de NVA gaat doen. Bij het hoofdstuk De Boekenwurm. Nou, als er nog vragen zijn, nogmaals, zet ze in de comment. En anders zou ik zeggen, tot een volgende keer.